We zijn op de informatieavond van de gemeente Utrecht. Die gaat over de maatregelen die de gemeente wil nemen ten behoeve van de bereikbaarheid van de wijk over de binnenring en de buitenring van Utrecht. In het collegeakkoord is gekozen voor een betere benutting van de bestaande wegen. En betere benutting van de bestaande wegen wil dus zeggen dat dit college heeft gezegd er komt geen spoorlaan, er komt geen tunnel bij de Jozeflaan. Maar het moet met betere benutting van het bestaande wegennet worden opgelost. Nou, daar is een oplossing voor bedacht. En dat was in ieder geval dat er enorm geïnvesteerd zou worden in openbaar vervoer en in fiets. Dan blijven er drie knelpunten over. Pijpenlaan, Huidenlaan, Lessinglaan en Jozeflaan, daar zijn problemen met luchtkwaliteit. Dus dat zijn de problemen die op moesten worden gelost bij deze studie. Nou, die studie heeft een uitkomst opgeleverd. En dat is de zogenoemde doseerinstallatie, variant 4b. De maatregel waar we het nu over hebben, dus dat is met name die doseerinstallatie, die gaan we nu uitwerken, waardoor een deel van het verkeer, namelijk het verkeer wat vanuit Leidse Rijn komt, wordt ontmoedigd om deze route te nemen. Maar die moeten de alternatieve routes nemen richting centrum of richting de noordkant van Utrecht. Dat is de gedachte achter de doseerinstallatie. Er is dus vastgesteld wat het maximale aantal vervoersbewegingen per etmaal mag zijn. Dus dat zijn voor deze wegvakken die hier staan, daar is een leefbaarheidsnorm voor aan de orde. Waarom kan je nou niet gewoon vanaf de A2 eraf? En dan kan je toch, ben je toch veel sneller in mijn wijk? Nou, dat is een hele simpele reden. De A2 gaat zo meteen door een tunnel. Want dit wordt allemaal ingericht voor Leidse Rijn. Hier komt Leidse Rijn Centrum. Kortom, dat is helemaal niet meer in gebruik straks. Waar komt die tunnel dan? Dit is de tunnel. De tunnel begint ongeveer hier, op deze locatie, en loopt door tot daar. Dus dit traject van de A2 zit in de tunnel. Dat betekent dus dat je in de tunnel niet kunt afslaan. Pas na de tunnel kun je afslaan. Daarom gaat die afslag eruit. Is die er al uit? Als je in deze wijken moet zijn, dan willen we proberen de mensen ofwel deze afslag te laten nemen, ofwel de noordelijke rondweg te laten nemen. Als je hier vandaan komt, kan je deze route nemen. Europalaan, Beneluxlaan en dan zo rechtdoor, hier naartoe. Zolang die knip er niet is. En die knip die komt er als er te veel verkeer op die wegen zit. Dus dan is het ook technisch niet meer mogelijk om daar naartoe te gaan. Zodra de knip er is, is dit het alternatief. Want die kan wel, zo. Dat is een alternatief. Of je gaat helemaal via de noordkant en gaat dan naar binnen. Voor de mensen die bijvoorbeeld uit Ondiep komen en naar het zuiden gaan, ja, die gaan extra kilometers maken. Dat, maar dat willen we toch niet? Ja, het is een totale afweging. Dat hebben we vanavond ook al proberen duidelijk te maken. Op sommige punten betekent dat een toename. En uiteindelijk, overal bezien, is het een zeer beperkte toename van het aantal autokilometers wat gereden wordt binnen het hele onderzoeksgebied, dus binnen compleet Utrecht. En wat je in ieder geval oplost, is de problemen met de luchtkwaliteit op een aantal gevoelige trajecten. En dat je daarmee op andere trajecten het drukker maakt. En dat dus betekent dat daar meer uitstoot is en meer luchtvervuiling. Ja, dat nemen we op de koop toe. Overigens blijft het daar nog wel steeds binnen de normen. Wat vond je van het plan? Nou, ik vind dat eigenlijk de visie ontbreekt bij de gemeente Utrecht. Hoe ze dit aanpakken. De oplossingen die ze hier voorleggen. Ze plakken stukjes aan elkaar. Op het moment dat er zich weer een probleem voordoet, bijvoorbeeld de Thomas Kempis hoek, hebben ze een extra weg bij aangelegd. Ja, die wordt nu helemaal omgeven door de tweebaans wegen. Ja, daar kan ik me voorstellen dat nu de luchtkwaliteit daar niet meer voldoet. Maar het is elke keer weer een labmiddel die ze doen. Ik ben geen verkeerskundige, maar ja, het lijkt wel alsof ze er bij de gemeente gewoon niet uitkomen. Dus ja, misschien moet iemand met verstand ervan zich ermee gaan bemoeien. Ja, klinkt wel cru, hè, maar ja, zo voelt het wel. Als u heeft gekeken en u heeft een mening over deze informatie, deze maatregelen, dan kunt u reageren naar de gemeente Utrecht. Ik lees het even voor u op. muw.utrecht.nl, daar kunt u uw reactie naar mailen. Of u kunt nog kijken naar de website www.utrecht.nl/muw. Daar kunt u kijken voor meer informatie en er staat ook een link dat u nog uw reactie kunt geven.